Een koude, regenachtige avond, een goede 7 jaar geleden. Ik ben aan het googlen op het internet, zoals veel onder ons dat zou doen. En geheel bij toeval kom ik op een artikel terecht getiteld Invisibility Explained. Onzichtbaarheid uitgelegd. Ik denk bij mezelf, dit is weer zo van die flauwekul die je al door op het internet vindt. Ik moet mijn tijd hier niet aan besteden. Maar ik lees verder, diezelfde avond nog, en vele avonden die daarop volgen. En ik beslis maar al te snel dat dit het onderwerp is waar ik mijn afstudeerwerk op wil doen. Dit is indirect de reden waarom ik hier vanavond voor jullie sta, want de rest is geschiedenis. Ik heb een promotor gevonden die dit onderwerp even avontuurlijk als mij vond. En daar heb ik dan ook vervolgens mijn doctoraat op gemaakt. Laat ons even die Invisibility Explained nader toelichten. Maar vooraleer we invisibility, onzichtbaarheid, begrijpen, moeten we misschien eerst zichtbaarheid begrijpen. Deze bolhoed hier, ik heb er twee bij, deze bolhoed die is zichtbaar dankzij enkele ingrediënten. Misschien wel het belangrijkste ingrediënt is dat er een lichtbron is. In deze zaal zijn dat deze prachtige lusters. Hier op de slide is dat de zon. En die schijnen lichtstralen op de bolhoed, die vervolgens met de bolhoed zullen interageren. De bolhoed zal er enkele van absorberen of reflecteren in alle mogelijke richtingen. En het interessante is om in te zien dat deze gereflecteerde lichtstralen alle informatie bevatten die wij vervolgens met onze ogen als waarnemer zullen waarnemen. En onze hersenen kunnen dan het beeld, zoals de kleur, de vorm, de inhoud van deze bolhoed, reconstrueren. Dit is het proces van de zichtbaarheid. Nu goed, wanneer we dus iets onzichtbaar willen maken, moeten we dus ergens iets in dit proces stoppen. We moeten ervoor zorgen dat dit hele proces niet kan plaatsgrijpen. En de eerste, misschien meest intuïtieve methode die je zou kunnen bedenken, is ervoor zorgen dat deze bolhoed helemaal niets meer kan reflecteren. Geen gereflecteerde stralen, er kan dan ook geen informatie van de lichtstralen naar de waarnemer gaan. Maar jullie zullen het met mij eens zijn, als er ergens in de lucht iets aan het zweven is en er komen geen lichtstralen vanuit die plek, dan is dat ergens zo een, ja, iets dat je niet goed begrijpt, maar er komt een zwarte vlek vanuit die plaats. Het is dus niet bepaald onzichtbaar. Om iets werkelijk onzichtbaar te maken, moet je ervoor zorgen dat de lichtstralen rond de bolhoed heen gaan. En dat dus de informatie die in de lichtstralen zit van de zon naar de waarnemer toe gaan, waardoor onze Einstein hier de zon zou zien en dus de bolhoed niet meer ziet. Maar dat is dus wel makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. We moeten de lichtstralen gewoon rond de bolhoed heen leiden. Maar hoe doe je dat? Wel, dat is een probleem dat in de traditionele optica helemaal niet kan opgelost worden. Dat is de reden waarom er 8 jaar geleden, tevens het artikel dat ik aan het lezen was, een nieuwe techniek is ontstaan in de optica, de zogenaamde transformatieoptica. En ik heb jammer genoeg niet alle tijd om jullie hier vandaag de details, de mooie details trouwens, en de wiskunde uit te leggen van deze transformatieoptica, maar ik kan jullie wel 2 essentiële ingrediënten meegeven die aan de basis liggen van deze theorie. Er zijn 2 ingrediënten en dat zijn 2 observaties die jullie misschien allemaal wel kennen. De eerste observatie is dat licht een gekromd pad volgt wanneer het doorheen een materiaal propageert waar de brekingsindex niet constant is als functie van de ruimte. Er is een heel bekend voorbeeld hiervan. Als je bijvoorbeeld in de woestijn gaat kijken, boven het warme zand in de woestijn, daar is de brekingsindex lager dicht bij de grond, omdat het daar zeer, zeer warm is, dan hoog in de lucht. En wanneer je dan een lichtstraal hebt, die bijvoorbeeld van de palmboom daar naar de ongelukkige waarnemer op de kameel toe gaat, dan zal die lichtstraal een gekromd pad volgen. Nu, die waarnemer op de kameel die is zich helemaal niet bewust van het gekromde pad en ziet een lichtstraal vanuit een bepaalde locatie komen en zal dan ook denken dat dat de plaats is waar het object staat. En dit is de oorsprong van vele optische illusies. Maar er is een totaal verschillende context waar lichtstralen ook een gekromd pad volgen. Dit is misschien iets exotischer, maar sommigen onder jullie weten misschien dat 100 jaar geleden Albert Einstein de zogenaamde zwaartekracht van Newton heeft vooral gemeend door te veronderstellen dat de ruimtetijd gekromd is. Dus bij de aanwezigheid van grote massa's, zoals een planeet of een ster, dan zal de ruimte daaromheen gekromd worden. En lichtstralen die steeds het kortste pad tussen 2 punten willen volgen, die zullen daardoor ook een gekromd pad volgen. Zoals jullie hier kunnen zien, dit is een van de eerste waarnemingen waarbij dus het licht van een ster naar de aarde toe kwam volgens een gekromd pad. Dus we hebben 2 verschillende ruimtes die totaal verschillend lijken. Enerzijds de algemene relativiteit, waar zeer exotische fysica is door zeer zware zwaartekracht. En anderzijds het gekromde pad van licht in een brekingsindex die varieert als functie van de ruimte. Maar als we die 2 naast elkaar leggen, dan merken we, dat is dan de aangename wiskunde die ik jullie even bespaar,
dan merken we dat die twee ruimtes totaal equivalent kunnen zijn. We kunnen vertrekken in de linkerruimte, de zogenaamde ruimte van Einstein, waar de coördinaatlijnen gekromd zijn, waar de lichtstralen ook een gekromd pad zullen volgen. En dan kunnen wij berekenen wat de equivalente brekingsindex zou zijn, een materiaal dat we kunnen maken, dat de lichtstralen op eenzelfde manier zou manipuleren. Wanneer wij bij gevolg een dergelijk materiaal zouden maken, dan zou dit materiaal elk mogelijk object onzichtbaar maken dat wij hierin zouden plaatsen. Nu, in mijn onderzoek hebben wij ons afgevraagd of wij dezezelfde techniek kunnen gebruiken om exact het omgekeerde te doen van een onzichtbaarheidsmantel. Ja, ik zie jullie al denken, het omgekeerde van onzichtbaarheid, daar heb je de lat niet erg hoog gelegd. Dat is zichtbaarheid. Dat kunnen we allemaal. Maar dat is niet helemaal zo triviaal als je zou denken. Er zijn een heel aantal toepassingen waar het net moeilijk is om dingen te zien, omdat ze onzichtbaar zijn. Denk hiervoor maar aan het CERN. We zien hier een luchtfoto van de grote versneller onder de grond in Genève, waar de meest fundamentele bouwstenen van ons universum worden gezocht door zeer kleine deeltjes met elkaar te laten botsen en dan te kijken welke subatomaire deeltjes hieruit ontstaan. Nu, het probleem van deze subatomaire deeltjes is dat deze zo klein zijn en zo vluchtig dat je die helemaal niet kan zien. Het zijn onzichtbare deeltjes. En daarom hebben wij ons afgevraagd of dat wij deze detectoren die er bestaan in het CERN niet kunnen aanpassen met behulp van deze technieken van Einstein. En daarom hebben wij een zogenaamde zichtbaarheidsmantel bedacht. Dit is een mantel waarbij je een bepaald onzichtbaar elementair deeltje, dat we nog niet kennen, daardoor gaat sturen. En die zal met dit deeltje op een zeer specifieke manier interageren, waardoor er licht wordt uitgestuurd. En dit licht noemen we het zogenaamde Cherenkov-licht. Er ontstaat een Cherenkov-ring. En die ring is karakteristiek voor het onzichtbaar deeltje. Maar als je die ring dan vervolgens in een lichtdetector kan waarnemen, dan heb je op een indirecte manier het onzichtbare deeltje zichtbaar gemaakt. In deze volgende slide toon ik jullie een mogelijke fysische implementatie die we van deze zichtbaarheidsmantel hebben bedacht, waar deze kleine rode deeltjes, die in de realiteit natuurlijk onzichtbaar zouden zijn, zichtbaar worden gemaakt door het paarse licht dat wordt uitgestuurd. Het was gisteren de verjaardag van René Magritte. En ik ben overtuigd dat hij tevreden zal zijn met de conclusie van mijn presentatie. Want ik hoop dat ik jullie heb aangetoond dat niet alleen de werktuigen die Einstein gebruikte om de grootste onderdelen van ons universum te beschrijven, nu ook nuttig kunnen zijn in de detectie van de kleinste bouwstenen, maar ook dat een techniek die oorspronkelijk werd ontwikkeld om zichtbaarheid onzichtbaar te maken, nu ook het omgekeerde kan doen en het onzichtbare zichtbaar kan maken. Dank u.